Zo, goedemorgen, welkom allemaal. We zijn geland, om het zo maar te zeggen. Mijn naam is Sjoerd, naast mij staat Wouter. Goedemorgen. Goedemorgen. En wij gaan jullie vandaag meenemen in data-gedreven asset management. En een webinar in de serie van grensverleggend asset management van Twijnstra Gudde. Nou, jullie zagen net al een fantastisch filmpje van de Falcon 9 Heavy. Een goed begin van de dag, zo zeiden wij tegen elkaar in ieder geval. Om daar maar gelijk mee te beginnen, wordt een metafoor die we eigenlijk gedurende het hele uur jullie gaan voorschotelen. En waar we ook een paar keer aan gaan refereren. Want de ontwikkeling die SpaceX eigenlijk door heeft gemaakt met die Falcon 9 en de ontwikkeling van het bedrijf zelf, staat misschien wel symbool voor hoe je als organisatie bezig kan gaan met data-gedreven asset management. Nou, voordat we die inhoud helemaal in gaan duiken, laten we het eerst even hebben over wat huishoudelijke regels aan de start. We hebben hier even een slide met wat huisregels. Hè. Blijf vooral even op mute staan. We zitten in een Zoom-meeting. Camera aan, vinden we leuk om jullie ook te zien. Zo hebben we nog wat binding ook. En gebruik vooral de chat voor vragen te stellen gedurende deze webinar. We zullen op een aantal momenten in deze webinar ook die vragen even gaan ophalen en hopelijk wat antwoorden geven ook. Op die manier willen we eigenlijk deze webinar verder gaan vormgeven. Nou, voordat we echt de inhoud heen gaan duiken, lijkt me goed om eventjes voor te stellen. Hè? Wie zijn wij nou eigenlijk en wie hebben jullie het komende uur voor jullie neus? Wouter, mag ik bij jou beginnen? Ja, ook goedemorgen. Mijn naam is Wouter Drijmuller, consultant bij Twijnstra Gudde op het gebied van vastgoed asset management. Ik werk voor een heleboel verschillende maatschappelijke instellingen, commerciële partijen, maar ook woningbouwcorporaties. Eigenlijk allemaal partijen die vastgoed assets hebben voor hun bedrijfsvoering. En daar komen allerlei vragen rondom de organisatie, inrichting, volwassenheid. Ik denk de laatste jaren ook steeds vaker vragen over data-gedreven werken. Dat doen wij met een heleboel collega's in het land. Ja, mooi. Ja, voor mij geldt hetzelfde. Ja. Voor mij geldt hetzelfde. Ook Twijnstra Gudde. Ik zit dan vooral in de mobiliteit en infrastructuur. Dus net even in een andere sector. Jij zit vooral in het vastgoed, Wouter. Mm-hmm. Maar ik ben werkzaam als adviseur asset management. En mobiliteit, infra, vooral in openbare ruimte. Dus je hebt het over gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat. Maar ook andere beheerorganisaties. Bijvoorbeeld havenbedrijven of in de private sector. Nou, en waar ligt dan die focus? De focus ligt vooral op het beter presteren, beter samenwerken en beter organiseren. En op die manier echt organisaties verder helpen. En vooral die mensenkant daarin belichten. Ja. Nou, misschien om even te stellen, wij zijn wat uit verschillende vakgebieden, zullen we zeggen. Jullie zijn dat volgens ons ook. Tenminste, in de eerste lijsten konden we dat zien, dat jullie dat waren. Het idee is ook dat we vandaag en hopelijk ook de komende periode van elkaar kunnen leren. En wat wij in ieder geval hebben gezien is dat vastgoed is op bepaalde vlakken echt een paar stapjes verder. Maar kan ook best veel leren van meer de openbare ruimte en de infrastructuur. Van elkaar, je werkt in een andere markt, maar eigenlijk werk je aan hetzelfde. Namelijk dat optimaal laten presteren van je assets. Ja. Dus om even te starten, ook even te kijken of de chat allemaal het doet bij jullie. We zijn eigenlijk wel benieuwd, waar komen jullie vandaan? Wat voor sector? Misschien ook wel wat je rol is. Kunnen we even een beetje kijken, even net ophalen wat voor mensen er allemaal zijn. Ja. Even kijken of dat goed werkt. Ik zal het even een... Even kijken of de chatbox gevonden kan worden. Dus, welke sector ben je werkzaam in en welke rol vervul je daarin? We zijn even benieuwd. Kijk, hier komen allerlei. Kijk, asset managers bij woningcorporaties zien we hier heel duidelijk terug. Ja. Een aantal zelfs. Zorgvastgoed.
Dus denk ook een interessante sector. Met name ook als je kijkt naar allerlei, op dit moment natuurlijk een sector die veelvuldig in het nieuws is. Maar ook als je kijkt naar wat kunnen mijn assets nu betekenen voor het primair proces, speelt daar natuurlijk ook heel veel. Ja. En we zien wat gemeenten inderdaad hebben, beheer openbare ruimte. Ook in vraag, gelukkig. Ja, kijk aan. Hey, op die manier hartstikke leuk dat iedereen hier is. Hè, en zeker vanuit die verschillende sectoren en dan ook leren van elkaar. Ik denk dat wij dat ook eigenlijk heel erg doen in ons werkveld. Daarom deze webinar ook gezamenlijk eigenlijk oppakken. Ja, ja. Oké. Okay. Dus ga vooral door met even het noemen. Vinden we leuk om te zien wie we allemaal in deze webinar hebben. Nogmaals welkom dus allemaal. En laten we nu vooral even gaan naar het inhoudelijke deel. Want ja, wat gaan we vandaag aan jullie vertellen? En wat willen jullie met jullie delen? Nou, ten eerste, we gaan het in ieder geval hebben over beslissingen maken over assets op basis van data. En dat is een steeds meer gehoorde ambitie binnen asset management organisaties. Dus om jouw beheerorganisatie toekomstbestendig te maken, is het niet meer de vraag of je data moet gaan gebruiken, maar vooral van ja, hoe kun je nou echt goed die data inzetten om grensverleggend asset management te gaan doen. Nou, wij nemen jullie daarin mee. We hebben eigenlijk drie blokken, om het zo maar te zeggen, in deze webinar. Ten eerste visie. Nou, we gaan even kort in op wat trends en ontwikkelingen. Onmogelijk die jullie allemaal wel bekend zijn. Maar goed om toch even aan te stippen. En ook dan de relatie te leggen met asset management. Nou, daar gaan we ook even het model presenteren. Wat we verder hebben ontwikkeld binnen Twijnstra Gudde. En daarna pakken we dat mee in een aantal cases. We gaan jullie drie cases laten zien vanuit vastgoed, vanuit infra. En op die manier proberen we daar wat lessen uit te trekken van hey, hoe kun je nou goed bezig gaan met datagedreven asset management. Nou, die lessen die komen op het eind natuurlijk ook even weer terug. Op die manier hopen we jullie inzichten te kunnen geven en hoe je ermee kan gaan starten. Maar vooral om even wat lessen mee te nemen op deze ochtend. Nou, laten we van start gaan. Trends en ontwikkelingen. En nou ja, zoals je hier op de sheet al ziet, en ik denk dit zijn allemaal termen die zijn jullie ook allemaal heel erg bekend. Big data, artificial intelligence, machine learning. Allemaal fantastische buzzwords, om het zo maar te zeggen. En die allemaal schreeuwen van, dit is de toekomst. Dit moeten we gaan gebruiken. Maar zijn we hier vandaag de dag eigenlijk wel mee bezig? Nou, dat is toch eigenlijk wel de vraag. Als we kijken naar dit plaatje, links de astronaut, SpaceX. Nou, zeker. Pakken we hem weer even terug. Deze astronaut die krijgt eigenlijk alle juiste data, alle juiste informatie op zijn beeldscherm terecht. Maar er is zoveel data dat die raket eigenlijk produceert. Het wordt allemaal natuurlijk ook in de controlekamer gedaan. Maar hij krijgt alleen de juiste informatie voor zich. Waar die beslissingen mee moet gaan maken. En nou, dat is juist het hele mooie van SpaceX, dat ze dat eigenlijk hebben weten te vinden in die cockpit. Je kent de Soyuz met al die knopjes, mm-hmm. Maar juist dit werkt voor SpaceX heel goed. Ja, als je dan ook die vertaalslag maakt naar misschien asset management, je wil de juiste informatie krijgen op het juiste moment om de juiste beslissingen te gaan maken. Mm-hmm. En dat is misschien het rechterkant, het rechterplaatje. Daar zien we eigenlijk die asset manager zitten, achter de laptop. Toch zien we, we blijven achter de computer zitten. Soms gaan we naar buiten natuurlijk. Maar achter de laptop, achter de computer, willen wij daar de informatie hebben, de sturingsinformatie op managementniveau, om te zeggen, om beslissingen te kunnen maken over onze assets. Nou, daar betekent het ook dat je bepaalde informatiebehoeften hebt die je moet gaan invullen. Nou, en op welke manier kun je dat nu het beste gaan doen? Als we dan kijken naar de volgende slide, en dan gaat het vooral over wat is nou onze aanpak daarin ook? Hoe gaan we daarmee, hoe help je daar organisaties mee, vanuit ons perspectief? Maar hoe start je daar eigenlijk mee als asset management organisatie? Nou, wij zien eigenlijk drie fasen, starten, schalen en volgroeien.
En hoe ver digitalisering ook is doorgevoerd in je eigen organisatie, hoe ver je ook bent met het gebruik van data, je zou altijd kunnen beginnen. Je kan altijd beginnen met een bepaalde informatiebehoefte identificeren en daarop gaan voortbouwen. Eerst doe je dat misschien wat ad hoc. Je combineert ook vooral de informatie en de data die bij de mensen zit. En die koppel je met de data die in systemen zit misschien. Mm-hmm. En in de tweede stap, in het schalen, ga je dat echt gestructureerd doen. Dus je gaat gestructureerd kijken naar die data. Gestructureerd ook de kennis daaraan koppelen. Ja. Misschien, Sjoerd, is het goed om even toe te lichten waarom we vanuit Twijns & Gudde met het onderwerp bezig zijn. Ja. Ik denk ook dat deze fases laten ook zien. Hè. We hebben het vandaag niet over grote IT-systemen. In het achterhoofd zit predictive maintenance, big data, dat soort termen. Ja. Maar wat wij heel erg zien op dit moment is dat het vooral de vraag is, hoe ga je nou als organisatie aan de slag? Hoe maak je die stappen? En dan zijn wat ons betreft IT-systemen een beetje het logische gevolg van wat de discussie die je misschien intern hebt. Maar de vraag is, Twijns & Gudde, proberen die vraag toch ook op de organisatie te beantwoorden. Zeker, ja. Want een digital twin of iets dergelijks, hè, ontwikkeling daarvan, denk niet dat wij dat gaan doen. Dat kunnen wij niet, helaas. Nee. En dat is ook prima, maar het gaat ook vooral om de koppeling te maken met de organisatie. Dus ja. Helemaal eens, Wouter. Ja. En daar ligt het ook aan. Hè? Gewoon starten eigenlijk is de boodschap. En ik denk dat vandaag willen we dat ook laten zien. Hè? Op welke manier start je nu ermee? Op welke manier kun je het gaan schalen? En op welke manier zou je kunnen volgroeien eigenlijk? Ja, maar we weten ook, om hiermee te beginnen, je loopt tegen heel wat zaken aan. Dingen staan niet goed. De organisatie wil je meekrijgen. Er zijn een aantal barrières. En daar zijn we ook heel erg benieuwd naar vanuit jullie. Ja. Waar loop je nu tegenaan als je wil beginnen met het gebruik van data en data-gedreven asset management? Die ambitie. Dus gebruik de chat, zou ik zeggen. Ja, we zijn dus vooral benieuwd. Hè? We lopen zo ook wel even tussen de zaken die we verder horen bij jullie collega's die misschien vandaag nog niet inbellen. Maar wat zijn nou bij jullie zelf de uitdagingen als het gaat over meer data gedreven worden? We noemen zo misschien nog wel even echt het toplijstje. Ja. Maar een van de issues die wij wel vaak horen is bijvoorbeeld dat het toch heel erg wordt gezien als een IT-project. En een IT-project die hebben nu niet de allerhoogste slagingskans, zullen we maar zeggen. De investeringsprojecten in een gebouw, dan kun je ook aan het einde zeggen, kijk, hier staat hij. Ja. Maar die ICT-projecten zijn toch altijd heel erg ingewikkeld. Dus dat horen wij in de markt vaak terug. Kijk, ja, nou, daar komt dan de eerste van Hester, volgens mij, validiteit gegevens. Ja. Datakwaliteit. Datakwaliteit gaat het dan gelijk, denk ik, over. Hè? Ja. Ja. Dus we komen daar vandaag nog veelvuldig op terug. Omdat we toch ook zien dat elk gesprek wat wij hebben met mensen over datagedreven vastgoedmanagement, op het moment dat je het van mooie beelden vertaalt naar de praktijk, dan komt dat vaak terug in ieder geval. Sander, die noemt ook verschillende belangen en denkbeelden in de organisatie over het gebruik van data. Dus hoe kun je data nu het beste gaan inzetten? Niet mooi, maar wel iets zeker wat echt een vraagstuk is en een opgave is. Ja, ik zie hier ook nog een hele mooie. Dat is denk ik ook, dat is eigenlijk al bijna een les die we aan het einde nog wel zullen herhalen. Hè. Eerst de zinvolle vraag stellen, daarna pas de vraag erbij formuleren. Ja. Dat is heel duidelijk. Dat is een van de belangrijkste lessen ook die je met elkaar moet stellen. We hebben asset management doelen. We hebben ambities als asset management organisatie. Nou, daar is data een randvoorwaarde voor soms. Maar het is nooit het doel op zich. Dus we zijn hier ook niet om te zeggen dat je data gedreven moet worden ten koste van alles. Nee. Het moet een middel blijven om een bepaald doel te bereiken. Ja. Ja. Ik zie ook een mooi voorbeeld van Sander staan. Hè. Dus veel data is alleen impliciet aanwezig. Maar misschien niet hard gemaakt, niet in data of in documenten gevat. Nee. Komt Sjoerd zo meteen met een mooi voorbeeld, denk ik, van het havenbedrijf waarin dat precies speelde. Ja. Dus, lijkt mij heel goed. Dank voor jullie opmerking hier ook.
extra tips en opmerkingen, die blijven welkom. Ja, dus lukt het goed met de chat en met jullie input. Dit zijn eigenlijk de vier dingen die wij veel horen. Er komen nog wel wat meer op terug. Hè, van, hebben we de data die we zouden willen hebben? Denk gelijk antwoord daarop te geven. Hè. Vaak heb je gewoon veel meer dan wat je al gebruikt. En kun je met de data die je hebt al die startfase ingaan. Maar waar lopen veel organisaties tegenaan? Dat wordt mooi samengevat in deze sheet. Catch 22. Voor literatuurliefhebbers misschien bekend. En anders als term. Hè. Wat ons opvalt is dat een organisatie die heeft vaak problemen met, we hebben niet de juiste data en de datakwaliteit is niet goed genoeg. Gevolg is, we kunnen niet managementbeslissingen nemen op basis van de data. Het vervelende van die redenering is echter dat die in zichzelf grijpt. Want omdat je het niet gebruikt om beslissingen te maken, heeft het ook geen nut om te investeren in die datakwaliteit. Dus gaat de datakwaliteit nog verder naar achter en krijgt nog minder reden om te gaan sturen op data. Nou, die visuele cirkel, die trekt je uiteindelijk heel ver het moeras in. En die discussie vindt binnen een heleboel organisaties intern plaats. Nou, wat we vandaag willen laten zien zijn een aantal voorbeelden van organisaties die dat hebben weten om te draaien. Want als je eenmaal gaat sturen op basis van je data, dan heb je ook een reden om te investeren in de datakwaliteit. Die wordt beter, waardoor je beter kan sturen, waardoor je betere data krijgt. En voor je het weet, ben je eigenlijk op weg om die datagedreven organisatie te worden. Dat betekent dus dat je wel die eerste sprong moet wagen. En daar gaan we jullie zo naar meenemen. Dus zoals we zeiden, veel organisaties staan aan het begin van echt datagedreven processen in te richten. We hebben in de vragen die we vooraf van jullie hebben gesteld gezien dat een vrij divers beeld van hoe ver zijn jullie eigenlijk van een 1 tot een 10. We zien alles voorbij komen. Maar vandaag gebruiken we 3 cases. Case 1 gaat over het starten, dan over een slag verder te schalen en dan volgroeien. Ja. Sjoerd gaat jullie zo meteen meenemen bij een eerste case. Je ziet hier op de achtergrond onze SpaceX-raket, Falcon 1. Ergens in een tropisch eiland de lucht ingegaan. Dat staat denk ik wel symbool voor die startfase. Gewoon eerst eens laten zien. Het is nutteloos. Het heeft misschien helemaal niet de grote impact die je zou willen hebben. Hè, het introfilmpje wat we net zagen. Maar alles begint klein. Dus begin maar met een pilot. En Sjoerd, jij neemt ons mee met een organisatie die daar een slag in heeft gemaakt. Ja, ga ik doen. Eigenlijk een eerste case, dus echt in die startfase. Wil trouwens helemaal niet zeggen dat het havenbedrijf eigenlijk niet al heel erg bezig is met die reis. Hè? Al heel erg bezig is met om als organisatie datagedreven te gaan werken. Maar juist op dit vlak en binnen deze case was juist een hele specifieke informatiebehoefte. Nou, en die is misschien goed om even goed toe te lichten. Hè. Wat was dat dan precies? En waarom werd dat eigenlijk zo ingezet? En wat was het resultaat daarvan? Het havenbedrijf. Nou, havenbedrijf, een hele grote partij, hele grote investeringsportefeuille die het heeft. Niet alleen voor klanten, maar ook eigenlijk voor openbare infra die het ontwikkelt. En die projecten, die investeringen die worden gedaan, die worden allemaal gewogen in een projectboard. Daarin worden de keuzes gemaakt of projecten doorgang vinden of dat bepaalde varianten binnen een project doorgang gaan vinden. En welke afweging ligt daar nou onder? En op welke manier wordt er dan ook gestuurd op kosten? Om die zo efficiënt mogelijk in te richten. Nou, dat was eigenlijk ook de vraag vanuit het projectboard binnen het havenbedrijf. Zeilen we scherp genoeg aan de wind? Zijn we echt kostenefficiënt? Nou, buiten dat het een fantastisch nautische term is natuurlijk. Zeilen we scherp genoeg aan de wind? Heel mooi. Maar het is wel natuurlijk echt wel een vraag. Je ziet hem in de chat ook langskomen. Hè, van onderbuik naar onderbouwing. Hè. We voelen dat we misschien wel scherpere keuzes kunnen maken. Maar we merken ook dat we die onderbouwing wat missen. Nou, met die vraag was het eigenlijk de eerste stap ook om te zeggen, laten we daarna gaan kijken. Laten we de bewustwording in de organisatie erin brengen.
En laten we dan ook kijken hoe we dat mogelijk wat kunnen gaan versnellen. Dus versnelde besluitvorming. Dus allemaal in die eerste fase van starten. Nou, hoe hebben we dat dan gedaan? Hoe hebben we dat aangevlogen? Want niet alle informatie, niet alle data was beschikbaar. Zeker niet in deze beginfase. Er was zeker wat informatie beschikbaar vanuit systemen. Dus financiële data gaat het dan vooral over. En dat is dus heel erg kwantitatief. Dan heb je het over TCO, CAPEX, OPEX. Maar afwegingen werden toch heel erg gemaakt op basis van de kennis en expertise die er in de organisatie zit. En heel goed dat dat wordt gedaan. Maar het werd niet zozeer op een gestructureerde manier gedaan. En daarvoor is eigenlijk een raamwerk opgezet waarin je beide gaat verbinden met elkaar. Dus je gaat systemen koppelen met de mens. En daarmee ga je dus eigenlijk bijvoorbeeld zeggen, we hebben een bepaald project, daar willen we investeren. Wat heeft dat nou voor effect voor ook onze beheerfase? En dat je dus ook asset management organisatie laat meedenken en meebeslissen over de investeringen en in de keuzes die je gaat maken aan de voorkant. Nou, en die breng je dus samen door de hele organisatie bij elkaar te pakken en die mee te laten doen in de scoring van van bepaalde projecten. En welke dus doorgang zouden moeten vinden. Ja. En Sjoerd, je zag natuurlijk net in beeld op die sheet, zie je eigenlijk dan hoe dat dashboard er dan uiteindelijk uitziet. Ja. Waar gebruiken jullie dat? Of waar gebruikt het havenbedrijf dat dashboard nu? Ja, nou, dit wordt dan vooral gebruikt eigenlijk in die sessies, eigenlijk met de gehele organisatie. Dus je hebt dan mensen van inkoop erbij zitten, mensen van de asset management organisatie, mensen van ook projecten, waarbij je eigenlijk gezamenlijk gaat kijken naar dat dashboard, gezamenlijk gaat invullen en daarmee ook eigenlijk consensus gaat krijgen over op welke manier kunnen we deze afweging nu het beste gaan maken. En belangrijk is dat je daar dan ook direct je beweegredenen in kan gaan zetten. Dus eigenlijk creëer je data op dat moment. Op basis van die data kun je dan ook gewogen een beslissing maken en kun je het ook goed vastleggen voor later. Oké. Okay. En we hadden natuurlijk net het ook over, dit gaat over starten. Dus misschien is die vraag gelijk, wat moeten we hiervan onthouden? Hoe zijn zij gestart hiermee? Ja, goede vraag. Wat was de aanleiding om in beweging te komen? Dat is eigenlijk hier misschien meer de vraag. Ja. Nou ja, ik zei al net al inderdaad, het was echt die vraag vanuit de projectboard. Die zei van maken we echt wel scherp genoeg keuze hierin? Mm-hmm. Maar zeker die tweede stap was ook echt een aanleiding om te zeggen, we willen de bewustwording in de organisatie ook neerleggen om met data bezig te gaan. Dus in plaats van dat onderbuikgevoel bewezen dingen gaan doen. En afweegkader is dan een hele mooie manier om dat eigenlijk bij elkaar te gaan brengen. En dat die projectboard dus eigenlijk die vraag gaat stellen in de organisatie, hoe maken wij die keuzes nu goed? En wij willen graag een gewogen besluit hebben, een gewogen afweging. Ja. Zo maar te zeggen. Nee, een afweging te maken. Ja. Misschien ook even goed om tegen de toehoorders te zeggen, mocht jullie nou concrete vragen hebben over die case, ik denk dat ook, stel ze gewoon. Misschien ook wel hoe je dit zelf, wat is er nou nodig om dit zelf ook toe te passen? Ja. Maar ik denk dat iedereen wel benieuwd is, want dit is precies de fase waarin vaak de datakwaliteit nog het slecht is. Hè? Dus dat lijkt mij ingewikkeld om het hier te doen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ja, datakwaliteit inderdaad. Hè, vanuit de systemen is misschien niet toereikend, hè, niet zoals je het wil. Nee. Maar juist door gezamenlijk die data te gaan bekijken, worden de vragen over gesteld. En je zegt, het klopt niet met het gevoel wat er leeft. Dus je gaat veel meer ook vanuit de menselijke redenering naar die data kijken. En dan zeggen eigenlijk, dit moeten we beter maken. Mm-hmm. En op basis daarvan ook dus heel klein beginnen. Op hele kleine stukjes eigenlijk die data gaan verbeteren. Ja. En dat kun je ook alleen maar doen met de organisatie. Hè. Je moet het als organisatie zeggen, deze informatie hebben we nodig. Ja. En daar moeten we gaan verbeteren. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Volgens mij een heldere case. Hè? Een case waarin je ziet dat er bij één heel concreet
moment. Een moment waar die heel strategisch van belang is voor een organisatie. Waar je inderdaad zegt van er is een project board die zegt eigenlijk ik wil dat dit beter gaat. Dat dit misschien ook rationeler gaat. Ja. Transparanter. Ja. En dat is natuurlijk een heel mooie plek om te zeggen van nou, laten we hier dan die data inbrengen. Misschien pas daarna daar ervaring mee opdoen. En voor je het weet kom je dan tot bij een soort procesaanpak. Ja, precies. Want dat is dan de volgende stap. Hè, om te kijken van hey, hoe kun je dat dan ook gestructureerd doen. Hè, dus ook voor alle projecten bijvoorbeeld hè, binnen het havenbedrijf. Maar dat gaat dan veel meer naar de volgende fase. Hè, van schalen ga je dan heen. En dat is de volgende stap. En ik denk, Wouter, jij hebt daar een hele mooie case over. Hè, van, ja. Hoe kun je dat, die stap nu gaan maken in de organisatie? Ja. Dus dat gaat nog even terug te grijpen op de SpaceX-metafoor. Hè? De Falcon 9 Heavy die jullie zagen landen om 9:00 stipt. Als je kijkt naar die eerste raket vanaf dat subtropische eilandje... tot wat ze hier neerzetten, hè? Dus een Tesla in een baan om de aarde. Nut en noodzaak kun je nog van afvragen wat het precies zegt. Maar het gaat hier wel even over, hè? Het is het opschalen. En het opschalen in dat data-gedreven asset management... dat gaat wat ons betreft heel erg over van een pilot naar een structureel proces. Dat betekent dat de datakwaliteit wordt ook een projectje. Hè? Want dat zie je natuurlijk al bij het starten. Dan kom je al tegen, hey, deze dingen voelen niet goed, dat klopt niet. We krijgen een soort huiswerk op erbij. Bij dit gestructureerde oppakken van datagedreven asset management... Ja, dan gaat data op orde ook een project worden. Misschien is dat overigens bij velen van jullie al een lopend project. Ik denk een goed voorbeeld om het over die schalen te gaan hebben... is een ambitie die veel asset management organisaties of asset managers zelf hebben... om meer een strategische partner te zijn van de business. Van de primair processen. Bij de zorg gaat dat natuurlijk over de zorgprocessen die lopen. Het kan ook over de huurder gaan... of misschien wel meer over het strategisch voorraadbeleid van een corporatie. Hè, van hoe kunnen wij nu als asset manager niet alleen op de financiën zitten... maar echt een strategische bijdrage gaan leveren. En daarvoor wil je aan tafel komen op het juiste niveau... Dan is het eigenlijk ook nodig om dat strategisch proces meer data gedreven te maken. Als je dat namelijk doet, krijg je een veel transparanter en betrouwbaarder proces. Of in ieder geval transparante strategie. Het beeld wat je hier ziet, hè, dus om het even visueel te maken... gaan we toch een beetje over de systemen hebben op dit moment. Je ziet ERP-software zoals SAP en AVAS, maar ook asset management software zoals voor vastgoed, vaak op Planon, PeoplePower. Maar laten we ook eerlijk zijn, bij velen van jullie ook batterijen aan Excels, misschien nu wel in SharePoint-omgevingen. Met allemaal asset data die je eigenlijk nodig hebt om een goede vastgoedstrategie of goede asset management strategie te ontwikkelen. 5 jaar geleden was het nog ondenkbaar dat je eigenlijk al die data kon koppelen. In een dashboard weer kon geven om dan vervolgens je strategie te gaan ontwikkelen. Maar we zien de laatste jaren, ik zal zo ook even een voorbeeld laten zien hoe we dat kunnen doen, dat het eigenlijk heel makkelijk wordt om dat te doen. Hè? Dat het echt in binnen handbereik is en dat het niet eens zoveel tijd kost om dat te doen. De stappen zijn eigenlijk helder. Hè? Je koppelt die systemen in een dashboard. Nou, dan gaat het eerste loopje lopen rondom datakwaliteit, want dan zul je toch zien dat er dingen niet goed zijn, die moeten verbeterd worden, want anders gaat je dashboard gekke dingen doen. Maar goed, dan heb je een dashboard die je inzicht geeft in de status van je assets. En vervolgens kun je daar varianten op gaan ontwikkelen. Varianten die je kan bespreken met je klanten, met de andere interne afdelingen die afhankelijk zijn van jou. En langzaamaan krijg je dan zo'n portefeuille-strategie vorm. Nou, wat is de reden om dit op deze manier te doen? Hè? Doe je dit één keer en zeg je, nou hebben we een lange termijn assetplan. Stempel erop en klaar. We kijken er 5 jaar niet meer naar. Nou, dan heeft dit eigenlijk geen zin. Maar als je die strategische partner wil zijn... dan wil je eigenlijk ook gewoon een portefeuille management proces hebben. Nou, als je dat data gedreven doet op deze manier... dan kun je heel makkelijk rapporteren over je assets... en over het realiseren van je strategie. En kan je veel beter omgaan met veranderingen die opkomen. Of misschien zelfs die moeten, hè, bezuinigingen. Alle effecten die we waarschijnlijk toch de komende jaren ook weer zullen zien.
Dus eigenlijk wat je doet, hè, je gaat vanuit de verschillende bestanden of data en ook verschillende systemen, zet je het eigenlijk in een dashboard en die ga je eigenlijk gebruiken. En op welke manier gebruik je die dan in dagelijkse praktijk? Je gebruikt die. Dit is natuurlijk een strategisch dashboard. Dus het is niet iets waar je elke dag naar zult kijken. Maar zeker in het vormen van dat proces om te komen tot een goede strategie. Ja. Elk half jaar of elk jaar waarin er toch weer wijzigingen zijn. Budgetten worden opnieuw vastgesteld. Dan kun je eigenlijk, dan doe je een ronde langs die klanten. Want hoe is onze strategie veranderd? Wat betekent dat voor mijn asset management strategie? Ja. En organisaties waar wij ook actief zijn. Hè. Soms kosten het kwartaalrapportage kosten voor je het weet 5 mensen een week. En hierbij heb je een soort instant data en instant rapportage. Betekent dat ook dat het goed moet zijn. Hè, dat je wat minder flexibel bent om dingetjes op te poetsen of bij te slijpen. Maar je gaat dat proces wordt veel efficiënter, maar wordt vooral veel professioneler. Want dat betekent dat je het echt serieus moet inrichten. Ja. Maar zal ik even, ik denk dat het goed is om even een voorbeeld te laten zien van hoe het eruit ziet. Ja, dus eigenlijk wat je net zei, dat je zet het op vastgestelde tijden, ga je er eigenlijk, pak je het erbij. En juist doordat je het elke keer weer erbij pakt, wordt ook de kwaliteit ervan beter. Omdat je in de tussentijd ga je werken aan je datakwaliteit ermee. Ja, dus om jullie even een beeld te geven hoe dat er nou visueel uitziet. Hè. We hebben hier een dashboard, die staat ook op onze website. Kun je ernaar kijken, kun je ook zien dat het geanonimiseerde gegevens zijn. Het is van een middelgrote universiteit. Maar waar het eigenlijk om gaat, om het visueel te maken, hè, we hebben financiële gegevens in één hoek. We hebben gegevens over vierkante meters en wie gebruikt welke vierkante meters. Er kunnen nog gegevens als elektriciteitsgebruik en dergelijke zijn. Maar ook gewoon het adressenlijstje met is iets nou huur of eigendom. Nou, je kan je voorstellen dat je hier zelf ook allerlei dwarsdoorsneden van maakt. En juist omdat het, dit is een Power BI-omgeving, juist omdat je daar heel goed kan koppelen allerlei verschillende databronnen, kun je ook zeggen van nou, wij hebben even onze eigen werkverdeling tussen de asset managers gemaakt en die wil ik graag hier ook in beeld hebben, want dat geeft me een beter beeld van, dan heb ik allemaal mijn eigen dashboard. Dat kan vrij eenvoudig, maar waar het eigenlijk om gaat is dat, en dat wil ik eigenlijk vooral laten zien, hè, is dat die gegevens gekoppeld zijn aan elkaar. En in het verleden konden denk ik veel systemen dit. En moet je een nieuw informatiesysteem aanschaffen en die kan dit helemaal doen. Waar wij heel erg voorstander van zijn is zeggen, nou kijk nou de gegevens en de systemen die je hebt draaien, die je gebruikt in de operatie. Dus die zichzelf ook verbeteren of niet. Hè? Maar een financieel systeem is zo'n voorbeeld. En als je die systemen met elkaar verbindt, dan kun je al heel snel dit soort doorsneden maken. En op zoek gaan naar wat zijn nu. Hè? Want je kan, dat is natuurlijk ook het voordeel van een systeem als dit. Je kan heel snel inzoomen in verschillende panden, in verschillende assets. En daar dieper induiken. Deze vind ik altijd goed om te laten zien. Hè, omdat je even bovenin ziet daar WOZ-waarde boekwaarde. Nou, voor iedereen die vastgoed in beheer heeft. In de meeste gevallen staat de boekwaarde. Die komt gewoon netjes uit je ERP-software rollen. Want die verandert ook elk jaar. Die WOZ-waarde die krijg je in een brief of in een file van je gemeente. 1 keer per jaar. Maar die twee samen wil je daar wel een beeld bij hebben van wat ermee gebeurt. Dus dat soort zaken wil je eigenlijk in één dashboard krijgen. Dit is eigenlijk de fase waarin je zegt, we hebben eerst eens even een beeld bij van welke informatie hebben we. Op basis hiervan, dat is eigenlijk een doorontwikkeling van het voorbeeld van wat Sjoerd net gaf bij het havenbedrijf. Op het moment dat je dat voor projecten hebt gedaan, dan ga je dat vervolgens voor assets doen, ga je dat voor je hele portefeuille doen. En kun je hier mee spelen, met elkaar erover praten. En ik denk het belangrijkste is dat meestal als we dit laten zien aan een college van bestuur of aan een directie, dan vinden ze dat heel fijn, want naar een Excel zitten kijken met z'n allen in een vergadering, dat werkt niet. Maar als je dit kan doen, dan gaan ze eigenlijk vanzelf willen ze gaan grasduinen in die informatie. Van hoe zitten die zaken nou? Hè? Hoe zit dat met dat andere gebouw in mijn portefeuille? Of hoe zit dat in dat gebouw waar wij zelf nu in zetten? Hoe gaat die? Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje de start van dat gestructureerd aanpakken van dat strategische rol als datagedreven asset management organisatie. Ja.
Ja, en dit dashboard is echt gebouwd om vastgoed de data in die zin te laten zien. En dit zou natuurlijk ook voor binnen de infra natuurlijk hetzelfde gelden. Ja. Verschillende systemen met elkaar gaan koppelen, onderhoudsbeheerssysteem daaraan koppelen. Ja. En daarmee inzichten te geven voor de boardroom, wat je zegt. Ja. Want daar gaat het echt om, in de boardroom. Ja, dus ik denk dat in het geval waar we het hier over hebben, gaat het ook over data en over assets waar heel veel... We hebben een heleboel operationele data. Ook daar kun je natuurlijk mee werken. Je kan ook zeggen, ja, bij ons is de operatie, bijvoorbeeld veiligheid in de operatie is heel belangrijk. Dus ik wil eigenlijk een real-time dashboard hebben over mijn veiligheidssituatie of mijn risicoanalyses die vaak fluctueren. Nou, dan kan dat met dit soort modellen ook. Ja. Waar het eigenlijk om gaat, is dat je zoekt... Wat is nu een strategisch belangrijk proces voor mijn organisatie? Omdat, en dat was volgens mij wat een van jullie net ook al aangaf in de chat. Als je moet dit doen voor het juiste proces. Hè? Dus je moet kijken waar voegen we waarde toe. Want je professionaliseert hier je aanpak heel erg mee. Dat moet je wel doen voor iets wat heel belangrijk is. Want het kost natuurlijk ook wel wat tijd en effort om iedereen hierin mee te krijgen. Ja. Denk een stuk minder dan een IT-project 5 jaar geleden om dit te realiseren. Maar nog steeds, je moet hier wel echt even de tijd en de ruimte voor vrijmaken. Ja, want daar komt dat organisatieaspect eigenlijk toch weer om de hoek kijken. Ja. Het gaat om de informatie die er ook zit bij in de organisatie zelf, bij de medewerkers, de kennis en expertise daarin. Ja. Ja. Want jij, Wouter, je hebt daar ook een case over, hè? Vanuit de universiteit, als ik het goed heb. Ik denk dat het is goed om even een concrete case hierbij te nemen. Universiteit Utrecht. Je ziet hier mooi op de sheet mooi hun hele portefeuille staan. De meeste universiteiten hebben dus de 200.000 en 400.000 vierkante meter aan vastgoed. 150 gebouwen. Natuurlijk allemaal hele unieke gebouwen en objecten met allerlei bijzondere faciliteiten. Maar ik denk ongeveer 3 jaar geleden starten we daar met eigenlijk een vastgoedstrategievraag. Die vraag kwam heel erg uit hun college van bestuur en eigenlijk ook vanuit de raad van toezicht. Die lijkt eigenlijk wel op zo'nzelfde soort vraag vanuit de projectboard. Van als wij nu die projecten die we zien, wat betekent dat nou voor mijn langjarige kosten? Als we 20 miljoen uitgeven aan een onderzoeksfaciliteit hier, betekent het dan dat we over 10 jaar misschien ergens anders waar we willen investeren geld tekort komen? Nou, je ziet dan dat het heel ingewikkeld is om daar goed antwoord op te geven als je niet een datamodel opbouwt. Nou, deze vraag begon niet datagedreven. En zo hebben we hem eigenlijk ook niet uitgevoerd. Maar gedurende het proces kwam er steeds meer data bij kijken. En uiteindelijk kregen we een integraal portefeuillemodel waarin we de hele portefeuille konden doorrekenen. Niet alleen op kosten, ook op gebruik en bijvoorbeeld ook op CO2. Uiteindelijk heeft de universiteit een besluit kunnen nemen op basis van die gegevens. En ook hard kunnen maken dat ze 800 miljoen konden investeren. Een extreem groot bedrag. Was echt nodig. Maar vervolgens ook 2/3 van hun CO2-footprint te verkleinen. Nou, daar moet je ingewikkelde keuzes voor maken. Keuzes waar niet iedereen binnen zo'n universiteit het altijd mee eens is. Maar doordat we dus al die gegevens en systemen aan elkaar hadden gekoppeld, een solide datamodel hebben gebouwd, kon je eigenlijk laten zien, ja, de alternatieven zijn eigenlijk alleen maar slechter. Hè? Dus dat gaf echt beeld bij wat kan wel, wat kan niet. En is dit dan, het doet misschien pijn, maar dit is wel het optimum. Ja. Dus eigenlijk doordat je dit allemaal samenbrengt, krijg je echt inzichten en dan krijg je ook gedragen inzichten. Dus dat je eigenlijk vanuit de hele organisatie, iedereen ziet dezelfde dingen en kan op basis daarvan ook die beslissing maken. Ja. Ja. Ja, en dat is zeker voor organisaties die... wij weten dat denk ik hier, alle luisteraars, alle kijkers ook. Je investeringsportefeuille is voornamelijk je assets. En dan nog een beetje wat andere onderdelen. Maar die assets zijn een enorme hoeveelheid van je investeringsportefeuille. Je investeringsportefeuille, daar kijken de banken naar mee. Daar kijken raad van toezicht, colleges van bestuur. Dat niveau kijkt eigenlijk allemaal met je mee. En dat is dus een heel goede plek om dat datagedreven asset management op te pakken. Omdat je daar ook het verschil kan maken. Hè? Als je het goed aan kan tonen, als je zo'n total cost of ownership model hebt, dat klopt. Dan heb je iets om met je strategisch op strategisch niveau met elkaar in gesprek te gaan. Ja, mooi. En als we dan even deze slide erbij pakken. Want wat moeten we nou juist van deze case even gaan onthouden?
En dan hebben we het over dataqualiteit, organisatie. Kun je daar even wat over zeggen? Ja, ik denk dat... Kijk, welke organisatieontwikkeling, daar hadden we het natuurlijk net al even over. Hè, dat professionaliseren van dat die strategische rol, eigenlijk portefeuille management. Waarin we begonnen met het project voor het strategisch vastgoedplan. Draaide dat op een gegeven moment toen die er eenmaal stond en dat besluit was. Kwam eigenlijk het besef binnen de organisatie, ja, maar nu moeten we dat gaan monitoren. Dus nu vraagt de Raad van Toezicht elk half jaar een update. Wat zijn de projectkosten? Lopen die in pas met wat we verwachten? COVID-19. Wat betekent dat voor onze portefeuille? Hoe gaan we groeien? Gaan we krimpen? Hoe zeker zijn we over dit soort zaken? Dus daar zie je dat je wilt als organisatie op dat niveau aan tafel zitten. Nou, nu krijg je eigenlijk een proces, een vraag die heel erg data gedreven is. Dat is eigenlijk dan door dit project data gedreven in te richten en om daar ook in te investeren als organisatie. Maak je echt een stap in je volwassenheid. Volgens mij. Dus eigenlijk wat je ook zegt is dat de trends, of de ontwikkelingen in de buitenwereld, dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. Ja. Maar juist doordat je naar je data aan het kijken bent, objectief, kun je nog wel altijd die relatie hebben en kun je ook eigenlijk aangeven van wat er nou gaat veranderen mogelijk door die zaken van buitenaf. Ja. Ja, veel maatschappelijke organisaties zien die onzekerheid om zich heen, maar je ziet ook een steeds groeiende roep naar verantwoording. En dus je moet je besluiten kunnen verantwoorden. En als jij dat niet hoeft te doen, moet in ieder geval je baas of de baas van je baas. Dus ergens in die lijn moeten mensen zich gewoon heel goed kunnen verantwoorden. Waarom heb ik gekozen voor deze investering? Omdat je één ding weet je zeker, 10 jaar later blijkt de wereld toch anders te zijn. Dus je probeert eigenlijk te sturen in onzekere tijden. En dan kan zo'n datagedreven aanpak je heel erg helpen om dat in ieder geval zo goed mogelijk te doen. Het geeft je zicht. Ja, dus eigenlijk deze tweede case, veel meer dat structureel datagebruik, veel meer gaan schalen. En op die manier eigenlijk een verandering teweeg gaan brengen eigenlijk in je organisatie. Ja. Dat is misschien ook de link met de vorige webinar die werd gegeven, die veranderen aanpak. Hoe zou je daar nu mee bezig moeten gaan in je eigen organisatie ook? En ja, op die manier is het data is een middel. Ja. Het blijft een verandering, het blijft iets om te blijven werken daaraan. Ja. Dat is misschien ook wel, dat is een mooi bruggetje, Sjoerd, alsof we het voorbereid hebben. Een mooi bruggetje naar onze laatste case. In het begin zagen jullie die twee boosters landen van SpaceX. Ik denk dat voor iedereen met een beetje een SF-hart is dat toch wel het meest bijzondere. Alles wat we tot nu toe hebben gezien van SpaceX, dat heeft NASA vaker, sneller, beter en decennia geleden gedaan. Maar dan komt het moment dat je echt een innovatief verslag maakt. Echt het bewijs levert dat deze aanpak echt leidt tot andere resultaten. Het idee is natuurlijk voor SpaceX dat die raketten landen en straks een paar uur later weer iets de lucht in kunnen brengen. Maar waar het bij ons hier om gaat is dat we even die link willen leggen naar... kun je nu die innovatieve dingen, dus predictive maintenance, sensoring, big data, machine learning, al dat soort zaken, kun je dat nou gaan doen? Dat is leuk, dat project, om dat project op te pakken. Maar wil je dat het echt tractie krijgt, dat het echt een verandering teweeg brengt, dan moet je dat eigenlijk doen op het moment dat je als organisatie echt integraal bezig gaat met sturen op data. Dat betekent bijvoorbeeld voor het data op orde traject of de data kwaliteit. Dit is ook het moment dat je echt vol moet inzetten op cultuur, bijvoorbeeld. Zijn er al veel organisaties die hier in dit stadium zitten of in deze fase zitten? Ik denk dat het heel erg tegenvalt. Ik denk ook dat er een reden toe is, want dit is ook wel de fase waarin het echt taai wordt. Dus hiervoor is het vooral nog leuk. We juichen allemaal als er weer zo'n booster landt, zullen we maar zeggen. Maar dit is het moment waarop je een lange adem nodig hebt. Ja. En je zei net al, al over de vorige webinar, die ging over verandermanagement. Tot nu toe bekeken we het vraagstuk van data vooral in combinatie van informatie en systemen. Een van de 5 perspectieven die wij altijd bekijken als je organisatieontwikkeling bekijkt. In combinatie met besturing en besluitvorming. Of in combinatie met strategie. Maar was het altijd een link van informatie en systemen met één ander aspect van je organisatie.
als je echt een datagedreven, volwassen datagedreven organisatie wil worden, dan moet je op een gegeven moment al die aspecten aan gaan raken. Dus al de 5 onderwerpen hier die je hier ziet. En tot nu toe, zeg maar, bij die vorige fases, kon je collega die zegt, ik ben niet zo van de Excel en de systemen. Dat data vind ik allemaal niet zo belangrijk. Het gaat toch om de mens. Die kon nog in een hoekje gewoon zijn proces doen. Op het moment dat je in deze fase terechtkomt, dus die derde, vierde volwassenheidsfase, dan kan je eigenlijk je niet meer verstoppen. En dat betekent ook dat je dan de ingewikkelde discussies moet hebben over, kan iedereen deze data, deze hoeveelheid aan data, deze systemen aan, leer je daarmee mee werken. Ja. Als het wijst aan Gudde, vinden we dat een heel leuk proces, hè, om dat in een organisatie te brengen. Maar het is wel iets wat weer barstig is en ook niet altijd zomaar werkt. Nee, want ik denk dat je dat binnen vastgoed, zie je dat inderdaad vooral wat je aangaf. Mm-hmm. Ik denk binnen infra, mobiliteit, dat je toch ook daar die opgave ook zeker hebt. Ik denk als je ook kijkt naar olie, gas, chemie, mm-hmm. in de industrie. Daar zit toch wel een vooruitlopend karakter op. Mm-hmm. En daar hebben we denk ik ook heel veel van kunnen leren. Hè? Dus op die manier kunnen we ook de koppeling weer maken tussen die verschillende sectoren. Ja, kijk, uiteindelijk is het, er is natuurlijk een heleboel kennis en kunde in heel veel asset management beheerorganisaties die heel gaat over de techniek. Dat was heel belangrijk. En nu komt er een soort IT-component bij. Nou, ik denk dat de meeste van ons de afgelopen 9 maanden wel hebben kunnen zien. Dat voor iedereen wel eens even tot een schok tot gevolg had. Wij hadden ook nooit bedacht dat we in een soort televisiestudio een verhaal zouden houden. Wat er allemaal bij komt kijken en dan naar jullie gestuurd wordt. Maar het laat zien dat verandering mogelijk is. Ja. Maar ook wel dat je moet echt even wat andere skills ontwikkelen. En daar moet je als collega's, en dat moet je gestructureerd oppakken. Ja. Maar misschien ook even goed om dan daar door te gaan naar onze case. Laatste case. Zeker weten. Hè? Laatste case. Dat is echt hier voor goede fase. Hè? Dus echt waarin een organisatie dit echt goed in de vingers heeft. Ja. Wouter, jij hebt dat bij een van de jouw organisaties gezien. Ja. Hoe ziet dat eruit? Want dat ik kan me voorstellen dat het echt dat het echt een meerjarenprogramma is waar je aan moet gaan werken. Ja, een bijzondere organisatie. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Maatschappelijke organisatie. Eigenlijk een hele bijzondere woningbouwcorporatie, kun je bijna zeggen. Hè? Een partij die huisvesting voor asielzoekers verzorgt. Ja. Een vrij grote portefeuille, 80 locaties over het hele land. Waarin dat al ingewikkeld genoeg zou zijn als je dat gewoon in een soort woonwijken, in de eenvoudige blokken huizen zou hebben. Wordt het alleen maar ingewikkelder met het vastgoed dat zij hebben. Oude hospitalen, maar ook vakantieparken. Een enorme diversiteit. Op het kaartje zie je even waar die hun ongeveer 80 locaties in Nederland allemaal verspreid zitten. Dat is dus een vrij complexe huisvestingsopgave. En je moet niet vergeten dat natuurlijk het aantal asielzoekers enorm stijgt en daalt. Soms wel in een weekend er eens 500 mensen op de stoep staan. En die moeten dan huisvesting krijgen. De focus is natuurlijk heel erg schoon, heel veilig. Hè? Zorgen dat die mensen in een veilige plek kunnen wonen en kunnen verblijven. Dat is onze verantwoordelijkheid. En dat is dus ook de verantwoordelijkheid van de huisvestingsorganisatie van het COA. Ja. Nou, in 2013 hebben zij een organisatieontwikkelplan. Misschien ook wel een term die veel bij jullie komt. Hè? Meer in regie komen, een regieorganisatie willen worden en daar stappen in zetten. Dat was een visie op de organisatie, 7 jaar geleden. En die had een heleboel doelstellingen. Data was geen doelstelling. De doelstelling ging vooral over grip krijgen op je asset management. Je maatschappelijke rendementen. Bijvoorbeeld, wat doen wij eigenlijk aan duurzaamheid? Als we dan toch onderhoud plegen, kunnen we dat niet duurzaam doen. Maar ook die groei en krimp kunnen faciliteren. En toen is het programma Vastgoed in de Vingers ontstaan. Onder andere door een van mijn collega's die daar aan de basis van stond. En dat vastgoed in de vingers, dat is eigenlijk het datagedreven asset management plan. En die heeft dus als doelen uit die organisatievisie.
Dus om even terug te komen weer op een eerder punt van een van jullie. Het gaat er uiteindelijk over wat zijn, je moet de juiste doelen kiezen. Nou, die doelen zijn grip op beheer en onderhoud. Hoe krijgen we dat? Data is daarvoor een voorwaarde, dus moeten we dat op orde krijgen. En vervolgens krijg je een aantal werkstromen. Waarvan een van die werkstromen ook echt gewoon was een asset management informatiesysteem aanschaffen en implementeren. Dat hebben ze ook gedaan. Maar de doelstelling daarvan was altijd, lag altijd veel meer op die organisatieambitie. Want dat klinkt inderdaad als een IT-project bijna. Ja, dus uiteindelijk is het ook een stukje een IT-project geworden. Ja. Maar altijd onder aansturing, onder verantwoordelijkheid van die asset management organisatie. Dat is ook het belangrijke daarin. Ja, ja. Ik denk dat is het belangrijkste. Vooral ook het belangrijkste om te onthouden. Ja. Dat IT-project niet de overhand krijgt dan. Precies, ja. Want wat kunnen we dan nog leren eigenlijk van het centraal gaan van de opvang asielzoekers? Ja, nou ik denk dat wat je kan leren is dus, het is eigenlijk hoe krijgen we de organisatie in beweging? Ja. En aan welke ontwikkeling sluit je aan? Dat zit eigenlijk in één. Hè? Dus zorg dat je organisatie ambitie die je hebt als asset management, dat je die vertaalt naar wat dat voor je data betekent. Maar niet als een losstaand dataprojectjes opstart. Maar dat je dat eigenlijk een beetje stout schoenen aantrekken en zeggen grip op mijn assets. Dat gaan we krijgen door dit programma. En dan rol je een programma uit wat misschien voor 80% over data gaat. Mm-hmm. Maar ja, zoals we net ook al zeiden, als het over data gaat, gaat het ook over de mensen en de cultuur. En over hoe zit dat in onze processen. En welke afspraken hebben we eigenlijk met elkaar gemaakt. En zijn we optimaal georganiseerd. Dus nou ja, daarmee kan zo'n dataproject ook een enorme katalysator zijn voor de verandering. Ja. Nou, en dan terugkomend op jouw Catch-22. Want hoe zit het dan met die datakwaliteit op dit moment? Hè? Is dat helemaal onder controle? Ik kan me zo voorstellen dat het ook niet zo is. Ja, nou, we hoeven niet te veel een boekje over ons opdrachtgevers open te doen. Nee. Maar dit is nog steeds een dagdagelijkse een issue. Ja. Dus het is hun gelukt om ook marktpartijen aan te sluiten op hun systemen. En dus in hun systeem te werken. Dat is heel fijn. Maar dat levert natuurlijk alweer een hele nieuwe variant van datakwaliteit op. Want ja, met welk doel vullen die partijen die data in? Hoe bewaak je dan de kwaliteit van die data? Je krijgt niet minder problemen, je krijgt andere problemen als je dit doet. Ja, en dat is ook niet erg. Hè? Want je blijft bezig met je organisatie, om die datakwaliteit. En daarmee hou je het ook levend, hou je ook de eigenaarschap in de organisatie daarvan. Ja. Dus belangrijk. Ja. Wij gaan door naar de lessen. Lessen. Wij zijn heel benieuwd of jullie zelf ook nog tips en tricks hebben. Dingen hebben gehoord vandaag waarvan jullie zeggen dat. Misschien ook wel, dat sluit niet helemaal aan bij wat ik vond. Dat neem ik mee. In ieder geval is denk ik goed om even onze lessen samen te vatten. Ja, zeker weten. Ja, laten we daar. We hebben door de cases heen hebben we natuurlijk een aantal zaken benoemd. Maar ook goed om daar gewoon even goed bij stil te staan. Van ja, wat zien we nu eigenlijk? En ik denk vanuit de eerste case, wat daar ook vooral terugkwam, was ja, pak nou het begin, start. Mm-hmm. Hè, ja. Dat is altijd zo. Start. Combineer eigenlijk met de data die je al hebt met de mensen in de organisatie. Dus maak dat je eerste stap. Ga daarmee bezig om die te combineren, te koppelen. En om daarmee nieuwe inzichten op te doen. En daarmee de bewustwording in de organisatie neer te zetten. Ja. Ja. Ja, en dan denk ik, punt 2 gaat over dat schalen. Hè? En wat je zag bij de case van de universiteit. Daar zie je heel erg dat de datakwaliteit, die komt wel met het gebruik van de data. Dus omdat je een datagedreven strategie aan het ontwikkelen bent, dat geeft je best wel wat tijd en ruimte om die datakwaliteit op orde te krijgen. Wordt niet gelijk voor iedereen zichtbaar. Maar ga nou niet beginnen met een project data op orde, want dan pas kunnen we beginnen met, kunnen we starten. Nee, wat we al zeiden, start eerst, ga schalen en dan komt die kwaliteit vanzelf. Zeg maar de roep om die kwaliteit te verbeteren, dat ben je dan niet meer als initiatiefnemer alleen, maar dat komt dan uit allerlei plekken van de organisatie. En dan krijg je ook snelheid.
Ja, en denk vooral aan, elk moment is een goed moment om te starten. Hè? Qua volwassenheid in de organisatie, ja. Hoe ver je al bezig bent met die digitaliseringstraject. Of het staat nog in de kinderschoenen, of je bent al heel ver mee. Er is altijd ergens een specifieke informatiebehoefte. En waarmee je dus eigenlijk weer een nieuw proces op gaat starten daar ook voor. Ja. Dus, en wat jij denk in het begin ook zei, Sjoerd, bij de introductie. Dat het gaat er uiteindelijk over dat we moeten wat met data. Iedereen weet hier dat het is een onderwerp binnen elke asset management, elke organisatie met assets. Die vraag, stelt die vraag van hoe zit het nou met die data? Wat kunnen we daarmee? Wat moeten we daarmee? Hoort om zich heen. Nou, de edge technologies die de meeste fantastische beloftes doen. Ons advies is vooral, ga gewoon ermee mee aan de gang. Ja. Nog even de andere twee, misschien drie lessen die we anders nog niet hebben behandeld in de laatste paar minuten. Ook nog even de mogelijkheid geven als jullie nog concrete vragen hebben om die vooral te stellen. Ja, als die er al zijn, typ ze in de chat, hè, dan kunnen we er zo meteen even op ingaan. Ja. Punt 1, dat hebben we goed denk ik vaak gehoord. Hè? Dus denk in volwassenheid, denk in waar ben ik klaar voor als organisatie, waar sta ik? En kies daar de doelstellingen voor. Van we gaan het gewoon eerst eens even in dit project eens even oppakken of we gaan het in dit proces implementeren. Vergeet ook niet dat, als ik kijk naar de rollen die jullie hebben, dan zijn dat allemaal rollen die toch heel dicht tegen dat asset management en informatie aanzitten. Maar toch ook een aantal asset- en vastgoedmanagers. Dit project is jouw project. Hè? Dus ga nu niet in de val trappen dat je zegt we gaan wachten op IT. Ga samenwerken met IT, want het is uiteindelijk denk voor beide afdelingen vaak een heel leuk traject. Maar hou wel een beetje ownership over het project, want het moet uiteindelijk het doel van het asset management beter maken dienen, die data. En je wil voorkomen dat je straks vooral bezig bent met een systeem te vullen. Precies. Nou, zijn er vragen nog vanuit jullie kant? Dan gaan we daar graag nog even op in. We hebben volgens mij nog een paar minuten. Ja. Blijft redelijk stil. Ja. Ik denk, we zien wat lachende mensen, dus dat is op zich ook altijd heel fijn. Het is vroeg, het is woensdagochtend, dus hopelijk hebben we jullie even mee kunnen nemen in die wonderlijke wereld van data en asset management. Kunnen jullie de lessen die we hebben benoemd in de praktijk toepassen? Hè? We vinden het natuurlijk heel leuk om hier verder met jullie over in gesprek te gaan. Dat kan zo meteen natuurlijk gelijk hierna. Maar we hebben ook volgens mij zelfs onze gegevens natuurlijk beschikbaar. Dus schroom niet om voor een belletje of een mailtje. Ja. Kijk, hier zie ik al de eerste. De Johan die zegt ik moet naar het volgende overleg. Nou, dat lijkt me ook heel goed voor iedereen om nog even een kop koffie te kunnen pakken. Wij blijven in ieder geval hier. We hopen dat we het komende jaar steeds meer van jullie organisaties aan de gang zien met dat datagedreven asset management. En de durf laten zien om gewoon maar te proberen. Want van vallen leer je. Ja, nieuwe inzichten krijgen. Hopelijk heeft dat dit uur ook nieuwe inzichten bij jullie gebracht. Dus daar horen we graag over. Yes. Dank allen en een hele fijne dag gewenst. Fijne dag.